Topondernemers zijn ook een inspirerend rolmodel voor hun medewerkers. Ze hebben een inspirerende visie op de toekomst. En dat is heel belangrijk. U moet een doel hebben, u moet een missie kennen, maar u moet een duidelijke visie hebben. U moet weten hoe dat je het gaat aanpakken. Want als u met mensen werkt, wie werkt met meer dan twee mensen trouwens? De meeste ondernemers. Als u met medewerkers werkt, dan is het heel belangrijk dat die medewerkers zekerheid ervaren bij u. Daarom werken ze ook voor u, werken ze niet voor zichzelf. En deze medewerkers, die moet je zekerheid communiceren. En zekerheid communiceren doe je door een duidelijke visie, een kijk op je business te communiceren. Jij weet waar je naartoe gaat. Leiderschap is de weg tonen waar andere mensen de weg kwijt zijn. Dat is leiderschap. En het is zo, er is een oud Chinees spreekwoord wat ik ooit heb gelezen van een goede vriend. En dat spreekwoord is, het water loopt van boven naar beneden in de rivier. Ik heb persoonlijk nog nooit water van beneden boven zien lopen in een rivier. Leuk erbij te weten is, u bent de bron. U bent de bron. Alles vertrekt vanuit u als u een ondernemer bent. En het is heel belangrijk dat u die visie hebt en het uitstraalt naar je medewerkers. Hoe kan je nu verwachten dat de medewerkers gemotiveerd zijn dat je het niet zelf iedere dag uitstraalt? Je moet in beweging zijn. Wil je een club van mensen mobiliseren ook in beweging te zijn? U moet het voorbeeld geven. U bent het rolmodel. En als u loopt te zuchten en te puffen en te klagen en te kuchen, dan gaan uw mensen dat ook doen. Je hebt drie groepen van mensen in de maatschappij. En de eerste groep is ongeveer 20% van de bevolking. 2 op de 10 mensen. Meestal komen deze mensen niet naar onze seminars. Dat zijn de mensen met een klagende attitude. Dat zijn de mensen die altijd klagen, zuchten en puffen. Ken je die? Als je ze tegenkomt, 99 ten 100. En dan wist, ja, niet goed. Ja, ik heb daar last van en dat leeft er. En gevoel de energie uit de weg vloeien als je heel wat tijd met die mensen spendeert. Wie kent zulke mensen? En dan langs de andere kant, gelukkig maar, dit zijn trouwens de mensen, als die op je company werken, die houden de kar tegen. Hè? Die stroppen de kar. Die zorgen ervoor dat de andere mensen minder productief zijn. Want iedereen wordt gedemotiveerd van deze mensen. Nu, langs de andere kant heb je ook een groep van mensen, en dat is ook ongeveer 20%. 2 op de 10 mensen. En dat zijn de mensen met een winnende attitude. Dat zijn de mensen die onbewust gefocust zijn op de kansen, de mogelijkheden, op de opportuniteiten. Dat zijn de mensen die met een welbepaald enthousiasme in het leven staan. Dat zijn de mensen die energie geven aan andere mensen. Dat zijn ook de mensen die heel gemakkelijk een complimentje kunnen geven aan iemand. Van, hey, wat ziet er jij er lekker uit vandaag, zeg. Ziet er goed uit, je straalt helemaal. Mooie kleur trouwens, die past goed bij u. Dat zijn de mensen die andere mensen graag een goed gevoel geven. De gevende mensen. En deze mensen komt ook heel veel toe, omdat ze gevende mensen zijn. En ze zijn een magneet voor andere mensen. Ze trekken ook andere mensen aan van hunzelfde niveau. Mensen met een winnende attitude, want soort zoekt natuurlijk soort. De klagers staan bij de klagers en de mensen met een winnende attitude, die enthousiast en plezierig zijn, die trekken ook deze mensen aan, juist of niet juist. Zo is het. En dan 60% van de bevolking, 6 op de 10 mensen, dat zijn mensen met een beïnvloedbare attitude. Dat zijn mensen die, afhankelijk met wie dat ze tijd spenderen, mee gaan klagen of mee enthousiast worden. Dus de meeste mensen zijn enorm beïnvloedbaar. Nu, tot welke groep moet u behoren als ondernemer, als u wilt ondernemen op het hoogste niveau? Denkt u zelf. Bij de klagers? Wie zit bij de klagers? Wie zit bij de mensen met een beïnvloedbare attitude? Wie zit bij de mensen met een winnende attitude? Absoluut. Dat is de groep waar u model van uitmaakt. Nu is het ook zo dat uw omgevingswereld u enorm beïnvloedt. De mensen waar u veel tijd mee spendeert, hebben een gigantische invloed op datgene wat u doet en juist niet doet. Hebben een gigantische invloed op de keuzes welke u maakt als persoon. En de kunst bestaat erin om een voerende omgevingswereld te creëren.